Het is nu pauze en je kunt wel zien dat het waanzinnig druk is op het SAS Forum. Er staan echt heel veel mensen om me heen, dus ik hoop dat ik goed genoeg te verstaan ben. Maar waar ik het heel graag even over wil hebben, is dit geval hier, een connected truck. Naast me staat Hielke en Hielke gaat mij nu uitleggen, wat is dit? Ja, de Connected Truck is een initiatief wat we samen opgepakt hebben met Intel en Mendix. En wat we eigenlijk willen gaan doen is de analyse van de truck zo snel mogelijk beschikbaar maken, zodat de beschikbaarheid van de truck beter wordt. Dus wat we kunnen doen is de truck even opstarten. Wacht heel even hoor. Wat je nu in je handen hebt, het ziet er echt zo ontzettend A-team-achtig uit. Ja, het is helemaal geweldig. Toen ik dit van het weekend mee naar huis had, dan kwamen de kinderen bij me en zeiden: pap, jij hebt de meest fantastische baan ter wereld, want jij mag gewoon spelen op je werk en dergelijke allemaal. Geweldig. Dus we hebben een truck ontwikkeld waar we een stukje logica hebben toegevoegd aan de truck. Die draait eigenlijk gewoon een computer, een servertje, die draait op de truck met SAS-software. En die kan direct op de truck al de eerste analyse doen van alle sensoren die er op de truck zitten. Zoals je weet, alle apparaten hebben heel veel sensors. Trucks hebben gigantisch veel sensors. En daar is een gigantische schat aan informatie is daaruit uit te halen. En wat voor informatie moet ik aan denken? Is het dan bijvoorbeeld, deze truck staat op het punt om kapot te gaan, doe wat? Exact, dat is exact wat er gebeurt. Op basis van de sensors hebben wij een model gemaakt. Dus op basis van het verleden proberen wij de toekomst te voorspellen. En al die gegevens worden real-time geanalyseerd op de truck. En alles wat relevant is, wordt direct doorgestuurd naar een server in de cloud. Waar jullie daar het dashboard van kunnen zien. En zo kunnen dan wel de dealer, dan wel de organisatie van de truck-eigenaar kunnen zelf kijken wat voor acties ondernomen moeten worden. En daarbij heb je natuurlijk ook weer een mobile app die daarvoor nodig is. Zodat mensen direct de juiste acties kunnen ondernemen. Nou, ik wil wel even spelen, daar maar eens zien. Dus wat kun je nu met dit ding doen bijvoorbeeld? Ja, wat ik nu ga doen, ik simuleer dat de truck aan het rijden is. Ik kan wat extra vibratie simuleren, zodat hij een beetje gaat schudden allemaal. Ik kan natuurlijk voor het beetje effect van de geluid bijgooien, dat we het echt doen alsof het echt is. En iedereen op de beurs nu aan het kijken is. Maar wat ik nu zie, is dat er eigenlijk linksboven op het scherm dat er een aantal alerts afgaan. Hij ziet dus dat hij hard aan het rijden is en eigenlijk een hele slechte weg. Dus heel veel vibratie en daardoor gaat eigenlijk de turbocharger gaat kapot. En wat we nu dus direct al kunnen zien, is dat er in de app die ik nu opstart, kan ik op deze truck inzoomen. En dan zie ik waar de truck aan het rijden is. Ik zie allerlei gegevens over olietemperatuur, over speed. Maar ik kan natuurlijk ook, kan ik hier direct al kijken, wat zijn de foutmeldingen die ik gekregen heb.